Crazy Race, binnenkort bij RTL 4. Zaterdag 10 mei aanstaande, op het Eurocircuit in Valkenswaard. Met om 11 uur de start van het in Nederland legendarische achteruitrijden. Ook is er dan de speciale caravanrace. Dat belooft wat. Dus kom kijken naar The Crazy Race. Op 10 mei aanstaande op het Eurocircuit Valkenswaard. Dames en heren hier in de zaal, dames en heren thuis, fijn dat u er bent. We zijn er allemaal weer, Jan is er weer, de microfoon is er weer. En het betekent, ja, de lach op de zaterdag, Moppetoppers, deel 2. En we zoeken dit seizoen weer naar de Moppetopper van 1997. En het is we zijn heel blij dat u er bent. Maar het is ook heel verstandig van u dat u er bent. Want wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat lachen heel gezond is. Dat wisten we al, maar het is nu wetenschappelijk bewezen. Ik heb het onthouden. Het blaast de lucht wegen schoon. Een lekkere hart. Ja, Jan, niet lachen. Ik sta hier geen onzin te verkopen. Het hele immuniteitsstelsel wordt opgekrikt. Is echt waar. Nee, echt waar. En het werkt ontspannend en lustverhogend. Ik zie hoe straks al naar huis gaan. Ik verzin het echt niet. Een uurtje Moppetoppers, dat staat gelijk aan 2 uurtjes gymnastiek. Ja. Dames en heren, ze zijn er ook weer. Ons looporkestje van vanavond onder leiding van Jan Rietman. Goed, we gaan beginnen. Hier is de eerste Moppetopper. In tappen. Hij zelf vond het bewijs. Als meer maakt hij in 1 keer tot poppenparadijs. Hij werkt en woont in Drachten. En denkt u nou misschien, een Fries die is veel nuchter, dat moet u maar eens zien. Het is heus echt niet zomaar dat ik hem als eerste kies. En zijn de Friesen nuchter, dan is hij anti-Fries. Hij is niet te imiteren. Geen honderd in de taal. We geven 3 minuten. Goedenavond. Een man komt bij de dokter, zegt hij de dokter, ik heb een probleempje. En dat is, zegt die dokter. Hij zei, ik wil er graag een bal bij. Een bal erbij, zegt die dokter, wat heeft dat nou voor zin? Nou, zei hij, dat is uniek, dat heeft niemand. Nee, dat is ook zo, zegt die dokter. Dus, man op de tafel, bal erbij. Dus, man gaat weer terug weer naar huis, zit hij in de trein, zit een man naast hem. Hij kan eigenlijk niet wachten met vertellen totdat hij thuis is. Dus hij zegt tegen die man naast hem, hij zit bij met z'n tweeën, hè? Ja, zegt die man, wat is er met ons tweeën? Hij zegt, wij met z'n tweeën hebben 5 ballen. Zegt die man tegen hem, heb jij er maar 1 dan? Koning Albert komt bij Beatrix. Hij zegt tegen Beatrix, hij zei, jullie als Nederlanders, jullie lachen altijd heel veel om ons als Belgen. Maar kunnen jullie nou als Nederlanders ook iets heel doms doen waar wij als Belgen eens een keer om kunnen lachen? Nou ja, zegt Beatrix, ja, daar moet ik wat bedenken, maar ik kom er even op terug. 2 weken later belt Beatrix koning Albert. Ze zegt, nou, we hebben al wat bedacht. Ik heb een brug laten bouwen midden in de Sahara. Een brug laten bouwen midden in de Sahara. Nou, dat was lachen voor die Belgen natuurlijk. Dus Albert dat voor de televisie vertellen en België plat. 2 maanden later belt Albert Beatrix weer terug. Hij zei, het is leuk geweest, we hebben erom gelachen. Jullie mogen die brug wat ons betreft er wel weer weghalen. Nou, zegt Beatrix, we hebben een probleempje. Wat dan, zegt Albert? Nou, zegt Beatrix, 2 weken terug hebben we al geprobeerd om die brug er weg te halen, maar er stonden 35 Belgen op te vissen. Ik
Kinderen zitten in de klas. Juffrouw zegt, staat voor de klas. Juffrouw zegt, jongens, noemen jullie allemaal eens een muziekinstrument. Dus op een gegeven moment was er een die zei trompet. Er was een die zei orgel. Er was een die zei dwarsfluit. Op een gegeven moment was er een jongen die zei, juffrouw, saxosie. Juffrouw zegt, saxosie? Dat is geen instrument. Ja, zeker wel, zei hij. Wat is dat dan, zei juffrouw. Nou, hij zei, dat zou ik vertellen. Hij zei, ik sliep vannacht bij opa en oma. En toen moest ik eruit de plassen. Hij zei, en ik ging plassen en ik kom weer terug. Ik loop langs de slaapkamer van opa en oma. En dan hoor ik oma duidelijk tegen opa zeggen, als ik je saxosie, zit er niet zoveel muziek meer in. Op een gegeven moment, de vrouw staat bij de bushalte. Bus komt eraan rijden, deur gaat open. Vrouw tegen de buschauffeur. Buschauffeur tegen de vrouw. Vrouw tegen de buschauffeur. Buschauffeur tegen de vrouw. Dus die mensen in die bus die zien dat en die denken van nou, dat dit allemaal zomaar kan in deze tijd tegenwoordig. Dus er is een die belt met kantoor en die zegt tegen die baas van nou, we hadden een buschauffeur en dat gebeurde er allemaal. Kan dat zomaar allemaal? Nee, dat kan inderdaad niet. We roepen hem wel even op kantoor en dan moeten we maar even horen wat dat precies allemaal is. Dus chauffeur komt op kantoor. Baas zegt tegen hem, nou, ik heb dat en dat gehoord. Je reed op die bus en die gebaren met die vrouw en zo en die mensen er allemaal bij. Hoe kan dat allemaal? Ja, zegt hij, dat was logisch. Wat was daar logisch aan? Zegt die man. Nou, hij zegt, dat zal ik je vertellen. Hij zegt, ik kom er met die bus aanrijden. Ik doe die deur open. Hij zegt, die vrouw, die ken ik, die is doofstom. Dus hij zei, die vrouw die vraagt aan mij, is dit lijn 5? Ik zeg, nee, dit is lijn 10. Nou, zegt die vrouw, rijdt u toevallig langs de melkfabriek? Nee, ik rijd in één ruk door. Heel goed. Goed gedaan, joh. Trots op, joh. Maar ik kan ze lekker vertellen. We gaan weer verder. Wie hem een keer mocht horen in moppen feestgedruis, kan nu met recht pas zeggen, ik ken Hellevoetsluis. Want daar is hij woonachtig, de man die u zo ziet. Al komt hij maar heel even, vergeten doe je hem niet. Bij hem hoor je de moppen in ferme Rijnmondtaal. Dat klinkt heel even anders dan een mop uit Bloemendaal. Zijn naam ligt ritmisch moeilijk voor een theatraal entree. Maar roep ik hier door Marco, kom zelf. Gaan we doen. Marken. Er komt een soldaat de kazerne binnengelopen met een grote bouillardkeu over zijn schouder. Dus die sergeant die ziet dat. Die zegt, hey soldaat, wat gaan we met die keu doen? Ah, ja, hij zegt, ik heb, sorry sergeant, hij zegt, maar ik heb net mijn schoonmoeder hartstikke doodgeslagen. Oh, zegt die sergeant, hij zegt, in hoeveel beurten? Er rijdt een Oost-Duitser in zijn trabantje door dat West-Duitsland heen. En heb het naar zijn zin, joh, die Oost-Duitser om zich heen aan het kijken. Hij denkt, wat een uitje, wat een uitje. Maar boem, schijt dat trabantje ermee uit. Die Oost-Duitser helemaal over zijn toeren, zeg. Dus die gooit die motorkap open en kijkt er nou niet meer te repareren. Hij denkt, goh, daar ben ik lekker mee, zeg, in dat West-Duitsland. Dus hij duwt dat ding naar de dichtstbijzijnde garage. Dat blijkt toevallig een hele grote Mercedes-garage te zijn. En dan, ja, hij denkt, ik probeer het, maar ik moet toch verder. Dus hij naar die monteur, hij zegt, monteur, kijk jij er even naar, het verhaal uitgelegd. Joh, hij zegt, die monteur, niks aan de hand. Hij zegt, met een half uurtje is die klaar. Dus die Oost-Duitser die komt met een half uurtje terug, zeg. Hij staat heel dat trabantje, spik en span, weer helemaal nieuw. Hij denkt, zo, dat is lekker, zeg. Dus hij krijgt die sleuteltjes en hij stapt in dat trabantje. En hij tipt met zijn kleine teen dat gras aan, zeg. En hij denkt, het lijkt wel een Ferrari. En hij gaat weg, zeg. Schijt ineens dat trabantje er weer mee uit. En dat ben ik lekker mee, zeg. Dus hij weer starten. Weer dat trabantje. En kulleer, dat heb ik weer, zeg. Dus hij weer terug naar die garage. Hij naar die monteur. Hij zegt, monteur. Hij zegt, klas hoor, die Ferrari. Of dat trabantje. Hij zegt, het lijkt wel een Ferrari. Hij zegt, maar ja, ik start hem. En hij, nou, trek op 100 meter, zeg. Hij niet te geloven. Maar dan schijt hij er niet meer uit. Oh, zegt die monteur. Hij zegt, joh, dat ben ik helemaal vergeten. Hij zegt, ik heb het ruitenwisse motortje van de Mercedes erin gezet. Hij zegt, maar hij staat nog op de interval. Er zitten twee matrozen, die zitten al anderhalf jaar aan boord van een schip. En op een gegeven moment krijgt een van die gasten, die krijgt een gelukstelegram. Die is vader geworden.
Dus die leest al telegram. Hij is mijn vader, hij is mijn vader. Hij heeft het hele schip een rondje. En die gaat erop inzitten nemen, zeg, samen met zijn kameraad. En een paar biertjes gooit hij in zijn strot. En ik zeg, lekker zeg, hij is mijn vader. En nou, ze zijn al een beetje lamdronken. Toen zegt op een gegeven moment die kameraad. Hij zegt, joh, hij zegt, ik wil mij nergens mee bemoeien, hoor. Hij zegt, maar ik zit nou, we zitten nou samen 1,5 jaar aan boord van dit schip. Hij zegt, is dat niet wat lang voor een zwangerschap? Hij zegt, joh, hij zegt, jij moet niet zo achterdochtig zijn, joh. Hij zegt, mijn zus en ik, die schelen ook 2,5 jaar. Grote klas, hè? Echt goed, hè? Prima belang. Marco Gerritsen. Goeie kandidaat, hè? Dames en heren, we zijn toe aan zeg maar het rondje van het huis. We laten de microfoon rouleren en u mag het allemaal even proberen. Ja, Jan die speelt door. Het is een soort stoelendans, een soort fietsenwals, een soort moppenmolen. En daar komen ze naar u toe. Pak een beet. Hallo, doorgeven. Ga hem niet vasthouden daar. Hij zat er een beetje vast aan. Doorgeven. Pak die groene op die rode. Vertel een leuk of een mooie. En wat gebeurt er? De kleur, want dat ben ik vergeten te vertellen, we kiezen altijd voor rood of groen. De kleur is groen deze keer. Maar groen. Hallo, daarboven aan het gangpad. Hoe is uw naam? Mijn naam is Dick Groeneveld. Dick Groeneveld. Uit Coevorden. Uit Coevorden, dat is een end weg, Dick. Ja, inderdaad. Hoe is het met de humor in Coevorden gesteld? Oh, is prima gesteld. Ja? We kijken ook regelmatig naar jou. Oh, nou, dat bedoelde ik niet, maar... Dan moet je wel gevoel voor humor hebben, ja, oké. Okay. Ja. Dick, ken je er eentje? Weet je er eentje? Ik zal het proberen. Ik heb daar de hele dag al over nalopen, denk ik. Omdat ik hier naartoe moest. He, dus vandaar. Er komt een Belg in Baarle-Nassau, komt een winkel binnen... en vraagt aan een winkelier... heeft u een zwarte Nederlandse vlag? De winkelier zegt... ja, ik heb alleen maar rood, wit en blauwe. Nou, doe me dan maar een blauwe. Leuk, Dick. Doe de groet aan Coevorden, hè? Ja, dat zal doen. We vonden hem in Raalte en zagen al meteen. Dit is niet overdreven, een moppenfenomeen. Zoiets is aangeboren, dat zit onder je huid. En hier bij Moppentoppers komt het er zomaar uit. Oh, ik denk, waar vind ik zo gauw een leuke wiets? Is hij een lichter voorbeeld? Hij haalt ze uit het niets. Laat nou voor 3 minuten de pilsje even staan. Geniet maar met mate. En Kalsbeek komt eraan. Henkie. Hartelijk welkom, Henk. Ik zou zeggen, geniet van het moment. En hou ze niet in, hè? Oké, Henk. Jantje komt te laat thuis. Jantje komt te laat op school. Juffrouw zei, Jantje, je bent te laat. Ja, zei Jantje, dat weet ik wel. Juffrouw zei, kon je niet eerder van huis gaan dan? Nee, zei Jantje, daar was ik ook al te laat voor. Het zijn 2 mannen die kopen illegaal een drukpers om geld te drukken. Ze plaatsen het ding in de donkere kelder. Ze stellen hem aan. Het ding begint te werken, er komen biljetten uit. Op een gegeven moment zei, stop, laten we eens even kijken wat geworden is. Hij pakt zo'n biljet op. Hij is een mieze mauze, moet je kijken. Hé. Een briefje van 18. Hij zegt, daar kunnen we niks mee. Hij zegt, die ander, kom op, we gaan ermee naar Friesland. Weten ze daar veel? Rustig. Kom nog meer. Ze komen daar in Friesland. In een café. Bestellen 2 borreltjes. Zo, ober. Mag ik wat vragen? Ja, zegt hij. Kunt u ook een briefje van 18 wisselen? Ja, zegt die man, hoe moet je dat hebben? 3 van 6 of 6 van 3? Komt er een man in de verfwinkel. Hij zegt, meneer, hebt u zo'n klein potje groene verf voor mij? Dat zeker wel, zegt die man. Hij zegt, mag ik u vragen, wat wilt u daarmee doen? Nou, hij zegt, ik heb laatst een gele pakiet gekocht van... ze hadden geen groene meer, maar dan wil ik hem groen verven. Nou, die man zegt, dat kan toch niet, joh, dan gaat de beest hartstikke dood. Nou, die man zegt, dat valt wel mee, laat mij nou maar gaan. Geef me de verf maar mee. Zo, die man krijgt verf mee, die gaat weg. Een paar weken later ziet die winkelier die man weer en zegt, hoe is het met je pakiet? Hij zegt, hartstikke dood. Hij zei, zie je wel, ik heb het wel gezegd, zo'n pakket kun je niet verven. Hij zei, daar ging hij niet dood aan. Bij het afbranden begaf hij het al.
boer en de boerin die liggen samen in bed. Die boer op een gegeven moment die krijgt wat de kriebels. Die begint bij die vrouw over zo'n vluchtheuvel te strelen. Hij zegt, als hier nou eens melk uitkwam, hè, dan kon hij er één koe wegdoen. Die vrouw reageert niet. Hij streelt die andere borst. Hij zegt, als hier nou ook eens melk uitkwam, dan kon hij maar nog een koe wegdoen. Waarop zij zegt, als het geval van jou nog iets langer geweest was, dan hadden we de knecht ook weg kunnen doen. Hoe is het met je lustgevoel? Ja, er is een piloot die heeft een buurman. En die buurman die zeurt steeds met die piloot van, joh, ik wil eens een keer mee als dat kan in zo'n vliegtuig. Nou, die piloot denkt, laat ik hem maar een keer doen, ben ik van het gezeur af. Dan op een gegeven moment ze gaan vliegen. Mooi in het vliegtuig, mooi horizontaal. En op een gegeven moment die piloot trekt in één keer dat vliegtuig steil omhoog. Oh, zie man, dat had ik wel gedacht. Even later gaat hij in een looping zo helemaal over de kop. Oh, zie man, dat had ik niet gedacht. Ze komen weer op een vliegveld. Zegt die man, wat bedoelde je nou? Van, had ik wel gedacht, had ik niet gedacht? Ja, zegt hij. Toen je in één keer stijl omhoog ging, toen deed ik het in mijn broek. Hij zegt, dat had ik wel gedacht. Hij zegt, maar toen je over de kop ging, zegt hij, kwam het mijn kraag uit. Hij zegt, dat had ik niet gedacht. Heb ik wel nog een beetje weer aan. Heel goed. Ja, hè, lekker, hè. Lekker lachen. Hoe is het met uw luchtwegen? Ja? En hoe is het met de lustgevoelens? Voel je al wat? We hebben er nog één voor u. En dat is de vierde. En daar komt u hoor. Hij is voor vandaag de laatste. En ruikt naar de frituur. In Zaventem woonachtig. Dat is dus een zuiderbuur. Met een rijke schat aan moppen. Maar het valt u straks wel op. Bij hem moet je niet wezen voor een vette Belgemop. Hij werd bij ons geboren en gaat hij zo van start. Dan weet je, daar klopt nog steeds het Hollands moppenhart. De humor en pisante, de mopper heet Big Bos. De man heet Harry Engels, ik laat hem op u los. Snel was dat. Moos ligt op sterven. En zijn vrouw Saar is cake aan het bakken. Toen roept Moos, Saar, geef me alsjeblieft een plakje cake. Toen zegt Saar, nee Moos, dat is voor na de begrafenis. Zit een ter dood veroordeelde in afwachting van zijn straf in de cel in Engeland. En s'avonds om 11 uur wordt er op zijn cel geklopt. Want het was daar een nette zaak. Die gevangene zegt binnen, is het de cipier? Hij zegt, ik kom namens de directeur. Hij zegt, morgenochtend om 7 uur word je opgehangen. Maar je mag nog een laatste wens doen van de directeur. Zo zegt die gevangene, dat is aardig van die kerel. Hij zegt, nou, ik zou graag de Chinese taal willen leren. Toen zegt die cipier, dat kan niet, dat duurt minstens 25 jaar. Morgenochtend word je opgehangen. Maar het was midden in de winter. Toen zegt die gevangene, hij zegt, geef me dan maar een paar beschuitjes met aardbeien met slagroom. Toen zegt die cipier, die komen van de zomerpas. Hij zegt, ik zou je een flesje cognac brengen en een paar pakjes sigaretten en dan moet je de nacht maar mee doorbrengen. En fijn, en gaat roken en dan drinkt een glaasje cognac en de nacht verstrijkt. 'S Morgens om 6:55 wordt er op zijn cel geklopt. Die gevangene zegt binnen. Is het de dominee? Hij zegt, ik kom in naam des heres. Toen zegt die gevangene zo, dan mieter jij maar op, want morgen spreek ik met je baas. Hoe vinden jullie hem? En Fijn, die gaat ook weg, hè? 6:01 wordt er op zijn cel geklopt. Die gevangene zegt binnen, komen er twee van zulke beulen. En die zeggen tegen die gevangenen, vooruit, tijd voor het schavot. Zo zegt die gevangene, hij zegt, de dag begint alweer goed. Leuk, hè? En fijn, ze nemen die gevangenen mee door die gevangenis, komen ze buiten. En een noodweer, en een regen. Lopen ze naar het schavot.
Toen schiet die gevangen ineens in de lach. Toen zegt die ene bul, hij zegt, waarom lach je zo? Hij zegt, nou, dat jullie dadelijk terug moeten in dat rondweer. Hij is nog niet afgelopen. En fijn, ze komen bij het schavot. Maar dan moeten ze dat trappie op. Maar dat zit een beetje wankel in elkaar. Toen zegt die gevangene tegen die beulen. Hij zegt, jullie zetten wel eerst dat trappie in elkaar. Hè? Ja, stel je voor dat ik mijn nek breek. Leuk, hè? En fijn. Het is toch niet afgelopen. En fijn, hij bovenop het schavot. Toen zegt die rechter, doet dat touw om zijn nek. En fijn, ze doen dat touw om zijn nek. Kijkt die gevangene ineens in het publiek. Ziet hij ineens een vrouw staan. Hij zegt, dag Marie, dag Marie. Hij zegt, nou is er eens een keer wat te beleven. Laat je de kinderen thuis. Ja, kom even hier staan. Goeiedag. Kom een beetje naast elkaar staan, gezellig. Hier zijn ze, de vier musketiers. Maar een beetje lang om op, Harry. Ja, nee, ja. Ik heb ook een lange nek, hè. Ja. Dames en heren, dit zijn de jongens van vanavond. De moppetappers die we gevonden hebben voor u. En we gaan u nu vragen, tenminste diegene die deel uitmaken van de jury, om op het kastje aan te geven wie u, naar wie uw voorkeur uitgaat. Zo simpel is het. Dus u kunt aangeven, Mijnte, of Marco, of Henk, of Harry. Ja. Daar komen ze. Kijk de punten. Kijk, ze gaan door het scherm. Kijk die snoetjes. 3,75, 2,25. Henk en Harry. Hey, Marco. Helaas. Klopt dat, hè? Ik zag dat jij net even een paar puntjes tekort kwam. Maar geef Marco Gerritsen uit Hellevoetsluis nog even een donderend applaus door een vreselijk applaus. Fantastisch. Ja, okay. Maar straks strijden ze verder in de moppetoppers. En dat gaat gebeuren in de categorieënronde. Maar nu eerst even de reclame, ook in verschillende categorieën. Blijft u kijken, tot zo. Shampoos en conditioners verzorgen elk type haar op natuurlijke wijze. Maken het onweerstaanbaar zacht en geven het meer glans en volume. Palmolive, strelend zacht. En voor haar Palmolive Junior. Prik niet in de ogen. Iedere kat is bijzonder. Shiba is bijzonder. Shiba, alleen het allerbeste. Straks in Showtime vertelt Miep Brons dat ze een eigen televisieprogramma krijgt. En Daphne Dekker speelt een rol in de nieuwe James Bond film. En verder nieuws over minister Annemarie Jorritsma, Pamela Anderson, U2, Frans van Deursen, Maarten Bansing, Hans Kraaij junior en ook moppetopper Jeroen Smits. Straks naar al die andere moppetoppers om 10 uur in Showtime. 3, 2, 1. Fantasialand. Het avonturenparadijs in Brühl, vlakbij Keulen. Heel veel spectaculaire attracties en adembenemende shows. Tussen 1 april en 31 oktober zijn we elke dag geopend. En in de zomermaanden zelfs tot laat in de avond. Fantasialand bij Keulen. Let op hoor, hij kent het niet. Hertog. Domme hoor. Dat is ijs van echte melk, jongen. Onweerstaanbaar. Toch? Ja, blijf daar maar eens vanaf, zeg. Kijk, daar komt het vandaan. En daar gaat het naartoe. Beulen, tuur, toch? Ja, jij ook hoor. Wat ben jij? Precies, lekker met z'n tweetjes.
met z'n viertjes kan ook, zit genoeg in, hè? Toch? Ja. Van Hertog ijs wordt bereid uit vers volle melk. Dus lekker ijs komt toch van Hertog. Mag toch? Blijf af. Zeg pa, zou ik even de auto kunnen lenen? Tuurlijk, jongen. Ah, Simone, klaar voor de eerste les? Simone, wat voor les? Simone, ik heb beloofd een rijles te geven. Bedankt voor de auto, pa. Wat? Sander! Sander heeft een vriendinnetje. Of twee, drie. Goedemiddag. Pa, zeg, kan je niet kloppen? Zijn hele leven is opeens één groot feest. Een orgie. Dat zou... Vivian? Ja. Nou, ja. Pa, Roos en ik zijn even naar boven. Roep je als het eten klaar is. Hé, wacht even. Ik wil je spreken. Nee, ik ga Roos eerst even uitspreken mijn sportmedailles laten zien. Je hebt helemaal geen sportmedailles! Wat is er met de auto gebeurd? Die stond net nog op de oprit. Ja, ik zie het. Ja. Heb je hem tegen een paaltje aangeparkeerd of zo? Kom je daarbij? Ben je mal? Dat was natuurlijk. Sander! Maandagavond om 9:30 in. De staatsloterij Jackpot is alweer gegroeid tot ruim 5 miljoen. Belastingvrij. Snelle lot halen dus voor de trekking van 20 mei. Uw kind heeft koorts en u wilt de temperatuur opnemen. De nieuwe Braun Thermoscan meet de lichaamstemperatuur in het oor. Veilig, makkelijk en nauwkeurig in slechts 1 seconde. Ook voor grotere kinderen. De Braun Thermoscan 1 seconde oorthermometer. Hartelijk welkom terug bij Bottenkoppers, waar we lekker gezond bezig zijn. En u hoort wel, de stemming zit erin. Zullen we nog eentje doen hier? Ja, misschien. Daar gaan we nog met een rondje van het huis. De microfoons komen weer bij u. En u kunt allemaal een kansje wagen. Niet vasthouden, mevrouw. Doorgeven. De rode en de groene. Ze zijn om te lachen en om te zoenen. De groene en de rode. Vertel een leuke of een mooie. 3, 2. En de kleur is groen. Hallo. Hallo. Ja, op de derde rij. Wilt u even gaan staan? Jazeker. Hij kleurt prachtig bij je shirt. Dank je, dank je. Hoe is je naam? Arno de Lange. Arno? Arno. Arno. Ja. En waar kom je vandaan, Arno? Hellevoetsluis. Hellevoetsluis. Ai. Dan heb je net tijdens de reclame een moeilijk momentje doorgemaakt. Ja, ja. Jouw Marco is eruit. In en in triest. Ja. Oké. Okay. Ik had graag meer van hem willen zien, maar ja, het zat er niet in. Nee, maar hij heeft heel goed gedaan, hè? Ja, ik vond hem wel. Wij waren trots op hem. Ja. Heb jij voor Marco en voor de rest van Hellevoetsluis nog een lekker klein moppie? Ja, ja, ja. Er komt een man in een café en hij gaat aan de bar zitten. Hij zegt, doe mij een constructie. Die man die kijkt hem een beetje schuin aan. Hij zegt, wat zegt u? Een constructie, zegt hij. Hij zegt, die man die probeert hem te helpen. Hij zegt, u bedoelt zeker een consumptie. Ach joh, wat introduceert mij dat nou? Bijzonder beschaafd op. Arno, Hellevoetsluis is trots op je. Oké. Okay. Fantastisch. 100 gulden, hè? Gaat zo betalen. Goed, dames en heren. En hier zitten ze dan, de mannen die de eerste ronde overleefd hebben. Van links naar rechts Mijnten, dat is Henk en dat is Harry. En we zijn nu toe aan de zogenaamde categorieronde. En elke categorie, daar mogen zij uit kiezen. En natuurlijk waar zij een lekkere, sterke, vette mop in hebben. En ik zou Mijnten willen vragen, kom jij als eerste naar voren. En bekijk even samen met mij wat we vanavond hebben. Auto's, boeren, criminaliteit, dokters, Belgen, schoonmoeders, leger en kroegen. Kan je een keus maken? Nou, ik hou het op zijn vries, ik kies voor boeren. Oké, ze staan allemaal achter je. Twee boertjes komen bij de hoeren en ze komen daar binnen. En dan zegt het vrouwtje, nou, wat moet er gebeuren? Ja, we willen eigenlijk even, nou ja, u weet wel. Nou, ze zegt, één dingetje, jullie moeten wel even zo'n dingetje om je kleine man doen. Wat is dat voor, zegt het boertje. Nou, ze zei, ik wil geen kinderen van jullie. Oh, nou, dan doen we dat, zegt het boertje. Dus op een gegeven moment, dat gaat aan. 4 weken later, 2 boertjes zijn aan het melken. Zegt die ene tegen die andere, hij zei, zou jij het nou echt erg vinden dat ze een kind van ons zou krijgen? Nou, hij zei, het zou mij niks kunnen schelen. Nou, hij zei, zullen we hem er nou weer afhalen? Hey.
boer en de boerin die hebben vreselijke ruzie. Op een gegeven moment zegt die boer, ik ga het varkens ook schoonmaken. Hij loopt naar buiten. Even later wordt er aangebeld, staat er een vertegenwoordiger voor de deur. Hij zegt, ik wil de boer graag spreken. Dan zei ze, dat kan wel. Hij zit in het varkenshok en dan moet je goed opletten, die met die pet op. Dat is hem. Boeren. Er komt een boer bij een drogist. En die vraagt om een stuk zeep. Toen zegt die drogist, wilt u toiletzeep? Toen zegt die boer, nee hoor, het is alleen om een gezicht te wassen. Allemaal een geheel eigen stijl en dat maakt het programma juist zo leuk. Juryleden, geachte aanwezigen, mag ik het woord tot u richten? Want u gaat nu in deze categorie boeren, gaat u de leukste mop uitkiezen met uw knopjes, weet je wel? Dat gaan we dan weer verdelen. Er is in deze categorie 900 gulden te verdienen en dat gaan we verdelen over deze drie heren. Maakt u nu uw keuze, de boeren op stap van Meinte, het varkenshok van Henk en toiletzeep van Harry. Wat neemt u? Wat kiest u? En ze zijn onder de indruk. En nu komen de stemmen binnen. Meinte, Henk en Harry. En in deze categorie is de winnaar Meinte! 360. Henk, kom naar voren. We gaan natuurlijk straks gaan we de categorieën weer optellen. En dan hebben wij aan het eind van deze ronde houden we er twee over. Zover is het nog niet, Henk. Maak rustig je keuze. Boeren hebben we gehad. We hebben nog auto's, criminaliteit. Pak er eentje. Belgen neem ik. Belgen weet je het zeker? Belgen. Ja. Heb je een goeie? Ja. Oké. Okay, Belgen korter, maar... Nou, maakt niet uit. Ga. Weet je waarom sommige Belgen een schop naast de tv hebben staan? Als er een kanaal uitvalt, graven ze zelf een nieuwe. Kom nou, maak ons niet zo vaak. Belgen. Er gaat een vliegtuig vol met Belgen op vakantie en ze zitten boven zee. En toen roept de piloot de stewardess bij hem. Toen zegt die piloot, ik heb vergeten te tanken. Toen zegt hij tegen de stewardess, vertel het aan de passagiers. Toen zegt die stewardess, dat durf ik niet te zeggen. Toen zegt die piloot, zing het dan. Dus ze gaat naar de passagiers en ze begint te zingen. De brandstof is op en het vliegtuig stort neer. En de Belgen zingen allemaal, holla die la die yo. Chef Ken Ponneke zijn kranten bezorgen bij een ochtendblad. Op een gegeven moment op een ochtend, het regent dat het giet. Dus Chefke die belt Polleke en die zegt van nou, hij zei, het is vandaag zo slecht weer. Wat mij betreft brengen we vandaag de krant niet rond. Nou, zegt Polleke, dat is een goed idee. Dus, op een gegeven moment, het is nu een uur later, wordt bij Chefke op de bel gedrukt. Staat Polleke voor de deur, drijfnat. Nou, zegt Chefke, we hadden toch duidelijk afgesproken dat we vandaag die krant niet rond zouden brengen. Nee, zegt Polleke, maar ik moest de mensen toch wel even vertellen dat de krant vandaan niet kwam. Ja, weer drie totaal verschillende moppen. U heeft het niet makkelijk geacht, de juryleden. Maar uw keus voor het tv-kanaal van Henk, voor het geeft allemaal niks van Harry en voor de krantenjongens van Meinte. Wilt u nu de juryknoppen bedienen? Daar gaan we weer. Meint heeft net gewonnen bij de boeren. Wie gaat er winnen bij de Belgen? Kijk eens even. Oh, Harry! Harry, door je zakkunst. 450 gulden. En je mag meteen naar voren, want jij bent de derde die een keus mag maken. Boeren en Belgen kan niet meer. Maar er is allicht iets voor je bij. Leger. Leger? Heb je in het leger gezeten? Nee, ik heb broederdienst gehad. Ga je gang, hoor. Mo zit in het leger. En de oorlog breekt uit. En hij moet naar het front. En hij moet een loopgraaf maken. Dus hij begint te scheppen. Komt de commandant voorbij. En die zegt, Moos, wat ben je nou aan het doen? Zo kan je de vijand toch niet aanzien komen. Toen roept Moos naar boven. Nou, commandant, dan ben ik niet zo nieuwsgierig naar.
Twee militairen van de luchtmobiele brigade moeten een parachutesprong maken. Voor oefening. Dus op een gegeven moment, ze zijn op de vliegbasis in Leeuwarden. En de commandant staat bij het vliegtuig. Hij zegt zo en zo. Hij zei, jullie komen zo meteen in dat vliegtuig. Hij zei, dan droppen we jullie in een weiland tussen Leeuwarden en Franeker. En hij zei, als jullie in dat weiland naar beneden komen, dan staan er wel twee fietsen op het hek. En dan ga je op een fiets terug naar de vliegbasis. Nou, best, zeiden ze. Dus op een gegeven moment die twee mannen in het vliegtuig. En op een gegeven moment, ze worden boven dat weiland gedropt. En ze hangen in de lucht. Mannen trekken aan het touwtje. Niks. Trekken aan het reservetouwtje. Niks. Zegt die ene tegen die andere. Dat ze als één keer voor de gek houden, is er daar aan toe. Maar dan hoop ik toch wel dat die twee fietsen bij dat hek staan. Een groep soldaten die hebben een dagmars achter de rug met volle bepakking. Ze staan op één rij. Die commandant zegt, mannen, degene die te moe is om terug te lopen naar de kazerne doet één stap naar voren. Als één man gaat de hele rij naar voren. Behalve soldaat Jansen blijft staan. De commandant zegt, soldaat Jansen, ben je niet te moe om terug te lopen naar de kazerne? Dan zegt Jansen, ik ben nog te moe om die ene stap vooruit te doen. Leuke, nette motten. Goed, nog, dit was de laatste categorie, de derde, het leger. Geeft u nu uw punten voor de loopgraaf van Harry, voor de parachute met de fietsen van Meinte of de soldaat die te moe was van Henk. Doet u het nu. Komen de punten 900 gulden weer te verdelen, maar hoe is de verdeling? 360, 270, 270. Meinte! Maar nu, het laatste spannende momentje, want nu gaan we de drie categorieën, dat wil zeggen de punten daarin, de guldens daarin verdiend, gaan we optellen. En dan komen we tot een beslissende stand. We moeten dan helaas afscheid nemen van één van de drie. Maar wie van de drie? 14, 55, 39, 5. Ai, Henk uit Raalte gaat ons verlaten. Ai, 930 had je. Meer. Hartelijk dank, Henk. We hebben erg met je gelachen. En je hebt Raalte fantastisch vertegenwoordigd. En ga zo door, het lach is gezond. Dank je. Henk. Meinte uit Friesland. En Harry Engels zien we aanstonds terug in het laatste en in het ontknopende gedeelte van Moppetoppers. Dan weten we wie van hen tweeën over vier weken in de finale te zien is voor de titel Moppetopper 1997. Dat wordt lachen na de reclame. Blijf kijken.